U mag de straat niet op, en als u de straat op gaat, dan krijgt u een paar tekken natuurlijk. Nou en, dan doe je dat toch niet? Hoort erbij. Dat hoort erbij. Het is hun feest en dat willen we ook graag zo laten. Nieuws. Ja, na ons vorige bezoek aan Ameland kregen we duizenden mails met de vraag waarom we niet van tevoren verslag hebben gedaan van Sinterklaas. Wegwezen. Waar ben ik zo? Wegwezen hier nu. We zijn nu een week van tevoren hier. Laten we kijken of de Amelanders nu wel wat willen zeggen. Hallo? We kunnen ook samen op de foto hoor. Dat is toch ook geen probleem? Volgende week schijnt hier een groot feest te zijn. Ja, wat voor feest? Wij vieren volgende week, net als in heel Nederland, Sinterklaas. Maar is dat het feest waar u op doelt? Sinterklaas. Sinterklaas. Ja. Oh, ja, dat is een Amelander feest. Ja. Daar kan ik u alleen heel weinig over zeggen. Want dat is voor de Amelanders. Dat is een feest van de Amelanders. Ja. En daar kan ik als buitenstaander niks over zeggen. Maar waarom wordt er zo geheimzinnig over gedaan? Weet ik niet. Moet u de Amelanders vragen. Het is hun feest. Wat hier al jaren georganiseerd wordt door de Amelanders zelf. Het is hun feest en dat willen we ook graag zo laten. U bent de burgemeester, dan bent u wel bekend met Sinterklaas. Ik weet niet hoe het spel in elkaar zit en daar geef ik u ook geen toelichting op als ik er iets van zou weten. Want het is een spel van en voor Amelanders. U kan mij toch niet vertellen dat u er niks van af weet? Zoals ik zeg, ik geef u geen toelichting op het Sinterklaasfeest. Nou, waarom niet? Omdat dat een feest is van Amelanders voor Amelanders. En dat willen de Amelanders graag zo houden. En als burgemeester van de Amelanders ga ik daarin mee. Wij zijn heel erg benieuwd naar het feest wat vanavond gaat plaatsvinden hier. Nee, sorry. Doeg. Nee, ik wil nu de auto's maken. Jullie gaan hier nu weg. Want dit is niet leuk. Dit is voor Amelanders en door Amelanders. En jullie hebben hier niks te zoeken. Ik wil jullie bij de boot afzetten en anders niet. We hebben vorig jaar geprobeerd om verslag te doen hier. Toen werden we van het eiland afgejaagd. Hoe kijkt u daarnaar? Zoals ik u zeg, het is een eilandfeest van Amelanders voor Amelanders. En daar hebben Amelanders liever geen buitenstaanders bij. Want dan gaat het feest anders. Het feest gaat verloren en anders dan dreigen ze met geweld. Niet dat ik denk dat ze met geweld dreigen. Zoals gezegd, het is een feest van Amelanders. Ja, het is algemeen bekend dat als je hier dus niet vandaan komt en je komt hier, dat er consequenties komen. Het wordt niet op prijs gesteld als er mensen van buiten komen. Maar zoals gezegd, ik geef u geen toelichting op het feest zelf. Het is een feest van Amelanders en voor Amelanders. Is het een feest voor Amelanders? Zoals gezegd, het is Sinterklaas, is een feest van Amelanders voor Amelanders. Als u er zo weinig over zegt, dan zijn we bijna geneigd om weer een kijkje te gaan nemen. Want we willen toch wel weten hoe dat feest in elkaar zit hier. Als u dat doet, dan kan ik alleen aangeven dat dat niet op prijs gesteld wordt door de Amelanders. En u verstoort daarmee een Amelanderfeest. En dat zou de Amelanders u zeer kwalijk nemen. Dit is een feest van en voor Amelanders. En wij zijn niet welkom. U bent geen Amelander, naar ik aanneem. Dus wij zijn niet welkom. Bent u als buitenstaander op dat moment niet welkom bij dit feest? Weet wel wat er gebeurt. Ik heb een idee, maar ik ga er niet op in. U doet volgende week ook mee? Dan gaat je niks aan. Nee? Nee. Waarom doet iedereen daar zo geheimzinnig over? Heb ik geen, doe ik geen uitspraken over. Sinterklaas? Sinterklaas, voor de Amelanders. Ja. Ja. Kunt u daar wat meer over vertellen? Nou, dat doe ik liever niet. Nee? Nee, dat doe ik liever niet. Wat dan? Nee, niks. Dat maakt niet uit. U doet dan ook mee, of? Nee, ik niet. U mag de straat niet op en als u de straat op gaat, dan krijgt u een paar tekken natuurlijk. Nou en, dan doe je dat toch niet? Hoort erbij. Dat hoort erbij. U gaat wel in een heel mooi pak de straat op. Nee, daar ben ik te oud voor. Oh. Ja. Heeft u vroeger wel meegedaan? Ja, ja, ja. Het is wel een leuk feest. Ja, het is een leuk feest voor Amelanders. Ja. Ja, u heeft alvast inkopen gedaan voor volgende week, zie ik, meneer. Daar gaat u helemaal niks aan. Nee, er is hier helemaal niks. Nee? Er is hier volgende week geen feest. Nee. Ik begreep Sinterklaas dat het volgende week... Hou hem dan een strappetje weg. Nou. Waarom doet iedereen er zo mysterieus over dan? Ga je toch geen reet aan? Jammer. Ja, heel fijn voor je. Nou, wat een bedreiging hier. Daar gaan we nooit over praten. En waarom niet? Omdat het besloten feest is. Meneer, gaat u volgende week ook verkleed? Nee, ik woon hier nu 20 jaar, maar ik doe er niet mee. U weet er helemaal niks van af? Nee, ik woon hier 20 jaar, maar ik heb eigenlijk er nooit bij aangesloten. Want ik heb het gezien hoe dat gaat. En er is een onderdeel bij om te kijken of je volwassen bent. En dan staan ze aan je arm te scheuren. Hè? Dus kijken, dat noemen ze voesten. Trekken of je wel sterk genoeg bent. Dat had ik gezien en ik had een kapotte schouder. Niet doen, Jan, want... blijf ik lekker thuis. Nee, ik ga wel de straat op. Want ik vind die uniform, die pakken die ze maken, die zijn echt prachtig. Het is een schitterend spel.
Maar ik ga alleen even kijken. Wat houdt het spel dan in? Je gaat de straat op. De vrouwen mogen niet op de straat komen. Jawel, die gaan naar een huske. Ze mogen wel op straat, maar onder begeleiding van een man. En dat is wat de vrouwen hier zeggen. Nou ja, één avond zijn de mannen de baas, de rest van het jaar wij. Lieve mensen, we zijn onwijs blij met jullie als kijker. Maar zonder betalende leden kunnen wij niet voortbestaan. Dus klik even op de link in de beschrijving en steun ons.